Welkom aan de westkust van Vlaanderen, met een duinengebied dat steeds leeft door de wind en zich constant verplaatst. We zijn nog maar half maart en de eerste veelvraatrups is reeds op stap. Met wat geluk zal ze straks uitgroeien tot een prachtige nachtvlinder. De vroege lente is in aantocht en dat hoor je aan de zang van vele vogels. Ook tijdens de nacht lopen er hier dieren rond. Deze voetafdruk verraadt zijn aanwezigheid. Door zijn dikke vacht en lange staart lijkt hij groter dan in werkelijkheid. Zijn zintuigen zijn flink ontwikkeld. Dit exemplaar is een vrouwtje en ze lust zowat alles. Dat kan gaan van vogels, kleine zoogdieren, slakken, fruit, afval en zelfs kadavers. Vossen durven al wel eens een teveel aan voedselaanbod verstoppen. Maanden later kan zij deze plaats op geur en herinneringen terugvinden. Ze komt haar buit ophalen, een fuut die ze hier heeft begraven. Maar deze ligt hier nog maar recent. Ze vertrouwt het zaakje toch maar niet en verdwijnt ermee tussen het struikgewas. Ja, vossen moet je niet onderschatten. Het zijn bijzondere sluwe dieren. Alle vogels zijn ondertussen in lentemodus. In deze periode van het jaar kom je vaak fazanten hanen tegen. Hun kleuren zijn momenteel prachtig. Ze staan voortdurend met hun borst te schudden. Dit doen ze om indruk te maken bij de vrouwtjes. Ook velduilen voelen zich hier thuis. Ze zitten lekker verstopt tussen het dichte struikenwas. U heeft al een goed getraind oog nodig om ze op te merken. Jagen doen ze met soepele vleugelslagen en zeilvluchten. Het zijn uitgesproken muizenjagers. Muizen leven meestal in ondergrondse gangen. Daar kunnen ze ongestoord paren en jongen grootbrengen. Ze zijn zeer snel en behendig, want ze hebben ongelooflijk veel vijanden. Wonen in een holle boomstam is vooral handig in de winter. Als het te nat is op de begane grond, schieten hun gangen vol water. Ook spitsmuizen hebben zeer veel vijanden. Alle roofvogels en zelfs reigers en ooievaars lusten muizen. Vooral in open terrein zijn ze heel kwetsbaar. Ondertussen is er een ooievaarskoppel neergestreken aan de westkust en dit is een primeur. Voor het eerst zullen ze hier broeden. Een lente zonder voorjaarstorm is ondenkbaar. Windsnelheden van 110 km per uur beuken in op de kust van Nieuwpoort-Bad. Maar veel wind of weinig wind, het leven gaat gewoon door aan de ijzermonding. Uiteindelijk moeten alle mondjes gevoed worden. Schoolexters beginnen zich vreemdgaan te gedragen. Hieraan zien we dat de balts duidelijk is begonnen.
Een stel vuuten probeert het nest van de meerkoetjes af te snoepen, maar dat lukt niet. Nog snel stampt ze met haar grote voeten een paar takken aan. En alweer komt er een kaper op de kust, dit keer een moerasschildpad. Ze komt zonnen en profiteren op haar nest. Maar geen probleem, want zodra deze kerel is uitgerust, verlaat hij deze drijvende zonnebank. De Westkust is vele waterpartijen rijk. En daar hoort zeker de vuut bij die een paling pakt. Of wat dacht u van de geoorde vuut met de speciale veren achter de koraalrode ogen? Zowel het mannetje als het vrouwtje dragen deze enkel in de paarperiode. Zingen dan weer kan deze nachtegaal bijzonder mooi, ook uitsluitend in de lente. Liefst van al zit hij in de duinen. Ze zingen letterlijk tot in de nacht. Hij heeft zeker zijn naam niet gestolen. De nachten worden wel steeds korter en het is snel weer dag. De eerste zonnestralen piepen door de bomen. Geurige voorjaarsbloeiers staan nu in pracht en praal, wachtende op insecten. En hongerige vogels zijn ook druk bezig. We zijn ondertussen april geworden. De lente bloeit helemaal open en dat merk je aan het gedrag van de zwartkopjes. Ook de duiven hebben paringsdrift. Onze ooievaars bouwen ondertussen verder aan het nest. Eerst waren het grove takken, maar nu is het zacht materiaal, zoals kleine takjes, gras en mos, om het nestbodem te bedekken. Ondertussen wordt boven in het nest de liefde verklaard. Ze klatteren en paren er vrolijk op los. Nauwelijks 2 meter dieper broedt er een reigersnest. Ze leven in harmonie samen. Maar de ooievaars stelen nu wel de show. Al lijkt me dit toch wel een gewaagd nummer. Er hangt misschien liefde en romantiek in de lucht, maar uiteindelijk moeten alle eieren worden bevrucht. Uiteindelijk daalt een van beiden naar de grasvlakte. Met een vleugelspanwijdte van 2,15 meter voor een mannetje is dit wel een indrukwekkende verschijning. Voor de rest is er tussen een mannetje en een vrouwtje weinig verschil. Ze jagen vaak op insecten. Kikkers staan er in tegenstelling tot wat vaak veel mensen denken in de minderheid op het menu. Hoog in de bomen paren ondertussen de blauwe reigers,
en het gaat er zeker niet altijd zachtjes aan toe. Ook de buizerds hebben het gewaagd om een nest te bouwen. Hier wisselen ze elkaar af tijdens het broeden. Zo kan een van beide ouders ook zelf zorgen voor een hapje. De kleuren van de buizerd kunnen sterk variëren, maar hun roep is zeer herkenbaar. Uiteraard lusten deze vogels ook wel kleine zoogdieren, maar muizen lusten ze zeker. Wijngaardslakken behoren tot de weekdieren. Ze worden reeds gekweekt in de Romeinse tijd. Op de kop hebben ze twee gesteelde ogen. Deze worden tentakels genoemd. Met de twee kleinere tentakels kunnen ze onder andere geuren waarnemen. Bij de minste onraad kruipen ze in hun huisje. Nadien laten ze een spoor van slijm achter. In de poel bevinden zich nog wel meer weekdieren. De posthoornslak is er zo eentje. Zij kunnen leven in zuurstofarm water, maar heeft longen en zal dus regelmatig moeten bovenkomen om te happen. Ook onder water is het ondertussen heel indrukwekkend geworden. Kikkervisjes ontwikkelen zich razendsnel. Een opvallende verschijning is de schietmot. Ook zij heeft haar eitjes afgezet en ontwikkelen zich snel. In het begin zijn ze nog heel klein. In een latere fase bouwen ze een soort schild rond hun lichaam met plantenmateriaal uit hun directe omgeving. Betere camouflagekleuren zijn er niet. Zo zijn ze goed beschermd en kunnen vrij bewegen. Later zullen ze zich ontpoppen tot nachtvlinder. Ze leven zo ongeveer een jaar onder water. Amfibieën, zoals de kamsalamander, zijn vrijwel allemaal afhankelijk van water om zich voor te planten. Dit exemplaar is een vrouwtje. En ze heeft een dikke buik. Ja, ze draagt bevruchte eitjes. Voor de bevruchting dan weer zorgt het mannetje. En dit kan je duidelijk zien aan zijn kam. Mannetjes zetten eerst een spermapakketje uit, dat nadien het vrouwtje zal opnemen en zo haar eitjes zal bevruchten. Nadien zal zij de bevruchte eitjes één voor één aan waterplanten kleven. En vervolgens aan hun lot overlaten. Nauwelijks enkele dagen later ontwikkelen ze zich snel tot doorzichtige ei-omhulsels. Ook in de vijvers langs de IJzer is het ondertussen razend druk geworden. Zowel kikkers als karpers zijn bezig aan hun voortplantingsritueel. V-
volwassen karpervrouwtjes schieten kuit en de mannetjes springen er meteen achteraan om de eitjes te bevruchten. En ik moet zeggen, het is een indrukwekkende verschijning die niet onopgemerkt voorbij gaat. Tussen onze Vlaams historische rijkdom, vlasvelden, die nu prachtig in bloei staan, kan je al wel eens een haas spotten. Ook in de IJzermonding is er altijd weer iets nieuws te zien. Een grijze zeehond ligt lekker te rusten op het strand, maar op het water dan weer ziet hij er meer uit als een drijvende boomstam. Gewone zeehonden zijn hier veel meer vertegenwoordigd. Ook zij liggen vaak te rusten, maar zijn altijd op hun hoede. Soms lijken het wel circusartiesten. Ook de lepelaar is terug van zijn trektocht. Je ziet ze vaak forageren in het ondiepe water, zoekende achter eten. Even kijken hoe ver het staat met onze ooievaars. Op regelmatige basis wisselen ze elkaar af. Ondertussen is het eerste kuiken reeds zichtbaar. Ze voeden hun jongen door het eten uit te braken in het nest. Ooievaars zijn niet trouw aan elkaar, maar wel aan het nest. Daarom broeden ze steeds weer in hetzelfde gebied. Ook zij zijn trekvogels. Ze kunnen flinke afstanden overbruggen. Na de zomer trekken de meeste vogels naar Spanje. Sommigen vliegen nog verder en steken de straat van Gibraltar over. Eigenlijk zoeken ze gewoon een geschikte locatie met veel voedselaanbod om de winter te overbruggen. Vlakbij de werken van de stormvloedkering. In het Prins Mauritspark broeden bonte en groene spechten samen op nauwelijks 1 meter van elkaar. Lawaai, hinder en trillingen maakt ze niet veel uit. Ze staan zelfs op het punt om het nest te verlaten. Dit is een bijzonder spannend moment. Ze krijgen nog een laatste keer eten, maar worden toch aangepord om het nest te verlaten. 2 zijn er al ontsnapt. Zal de derde het ook wagen een stapje in de vrije wereld te zetten? Daar komt hij uit het nest gekropen. Nu nog zijn vleugels gebruiken voor de allereerste keer. Er wordt nog wat nagepikt door de kleinste, maar uiteindelijk belandt hij op de grond. De kleinste kijkt wat bedroefd, maar zal het later op de dag zelf ook proberen. De eerste momenten in deze grote wereld vallen alvast niet mee, maar zijn instinct mieren eten zit er meteen in. Aan de rand van het bos hebben we weer onze trotse muizenjager. 3 kleine witte donzige kuikentjes zijn ondertussen geboren.
In het begin zijn ze nog piepklein, maar dat zal snel veranderen. Ook waterlibellen voelen zich duidelijk thuis in deze omgeving. Ze lusten allerlei insecten. En uiteraard gebieden met veel waterpartijen hebben ze nodig om zich voort te planten. Een opmerkelijke verschijning is de torenvalk. Ze houden van een nestbak aan de rand van het open veld. Ze weten goed wat te doen. 5 jongen grootbrengen is een hele klus. Ook zij lusten vooral muizen. Snel laat hij zijn prooi achter en vliegt er meteen weer vandoor. Poepen doen ze steeds buiten het nest, net zoals vele andere vogels. Zo blijft ook het nest proper. En voortdurend staan ze met hun vleugels te schudden. Weldra komt de eerste testvlucht. Onderaan de boom zijn ondertussen 2 jongen ontsnapt uit het nestbak. Ze kijken wat verweest. Waar blijft mama? Eentje probeert zelfs om terug in het nest te geraken. Helaas, de vleugels doen nog niet wat van hen verwacht wordt. En toen waren ze nog met 2. Daar is onze muizenjager alweer. Onze 3 kleine spruiten zijn ondertussen flink uit de kluiten gewassen vogels geworden. Hun poten en klauwen zijn ondertussen flink ontwikkeld. Op nauwelijks enkele weken zijn deze vogels groot en volwassen geworden. Ook begin ik stilaan gaan te begrijpen waarom muizen zich zo snel kunnen voortplanten. Deze beelden moeten we koesteren, want de dag nadien waren deze vogels letterlijk gaan vliegen. Daar gaat hij weer, op zoek achter een nieuwe prooi. Ook ons ooievaarsjong groeit gestaag verder. Voortdurend wordt het eten in het nest geserveerd. Er is een probleem opgedoken. Het vrouwtje is reeds 2 weken niet meer komen opdagen. Niemand weet wat er is gebeurd. Ondertussen zorgt het mannetje alleen verder voor de opvoeding. Daar tussen de struiken zitten ze verborgen. Onze vos heeft ondertussen 4 welpen geworpen. En het zien er op de eerste plaats gezonde kerels uit. Ze zijn ondertussen al ouder dan 4 weken en krijgen een rossige glans. Ze groeien razendsnel. Ondertussen eten ze reeds vast voedsel. Na 6 maanden zijn ze niet meer te onderscheiden van volwassen exemplaren. Zo rond de herfstperiode zullen ze volwassen zijn en zoeken hun eigen territorium op. Na 10 maanden zijn ze geslachtsrijp.
En ze stoeiden nog lang tot diep in de nacht, want vossen zijn eigenlijk nachtdieren. Nu het toch donker wordt, gaan we ineens profiteren van een natuurfenomeen dat hier niet zo vaak voorkomt. Ja, de mysterieuze zeevonk is terug. Deze bruine smurrie aan de oevers van de rivier zijn eigenlijk algen. Je kan dit enkel en alleen waarnemen bij ideale weersomstandigheden. Dit wil zeggen lange zachte windstille perioden in de lente. Wanneer het water beweegt, geven deze algen een blauw fluo licht af dat nogal fel opvalt in het donker. Het is toch wel een speciaal schouwspel. Deze vos heeft het alvast niet gehaald. De natuur kan soms hard zijn. Alle vogelnesten die we volgden zijn ondertussen ook al een tijdje leeg. We gaan stilaan afsluiten. Onze ooievaar is ondertussen ook alweer 6 weken oud. Weldra zal hij de wijde wereld verkennen. Alvast bedankt voor het kijken.